Rekenen, schrijven en taal. Voor de meeste opa's en oma's is de basisschool alweer een tijdje geleden. Toch liepen er vandaag op Basisschool de Peppel in Beuningen genoeg rond. Hier vond vandaag Opa en Oma Dag plaats. Een ochtend waar alle opa's en oma's van de kinderen zijn uitgenodigd om in de klas te komen kijken. Meer dan 700 opa's en oma's waren vandaag te gast op Basisschool de Peppel in Beuningen. Op deze Opa en Oma Dag konden zij een kijkje nemen bij een kleinkind in de klas. Ze werden aan het werk gezet en konden samen met een kleinkind weer terug de boeken induiken. Ook konden ze verschillende spelletjes spelen en een rondje over het schoolplein maken. Nou, de opa's en oma's gaan de groepen in, dus die gaan vandaag zien hoe ons onderwijs is. Die gaan ook activiteiten meedoen. Dus het is super fijn dat zij echt een schooldag zien. Schrijven, spreekwoorden zoeken, spelling nog iets doen. De opa's en oma's merken wel verschil tussen de basisschool van nu en de basisschool van vroeger. Oh ja, dat was heel anders. Dat kun je niet meer vergelijken. Dat was niet meer te vergelijken. Ja, dat is het misschien, de discipline. Ja, wat is dat nou weer? Dat je heel erg moest luisteren naar wat de juffrouw zei. Dan zat je allemaal netjes op een rijtje en nu zit je allemaal lekker bij elkaar. Je mag zelf werken. En je hoeft niet precies, en nou doe je dit, en nou doe je zo. Nee. En opa en oma dag kenden we helemaal niet. Nee, opa's en oma's mochten echt niet komen. Nee. Nee. Als je nu denkt dat je als opa of wat dan ook nog allemaal snapt hoe het uitgelegd wordt, kun je het echt vergeten. Nou, lijkt me hartstikke leuk hier tussen de jeugd. Alleen, ja, de leeftijd kan ik niet terugdraaien natuurlijk. Hè? Het is kleurrijker. Ja. En je hoeft geen slof over je schoenen te trekken, wat vroeger wel moest. En net hebben we topografie gehad, daar leer ik ook weer wat van, lang geleden. Ja, wij moesten meer stil zijn en we moesten meer luisteren. En kinderen zijn nou veel opener. Hè? Wel leuk, ze kunnen goed helpen. Naast dat harde werken is het ook leuk om hun kleinkind bezig te zien. Kijken hoe de kinderen functioneren in de klas. Om mijn kleindochter en mijn kleinzoon bezig te zien, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja. Ze zijn natuurlijk hartstikke trots, dus ja, dat vind ik geweldig. Ja. Nou, ik wil de kinderen plezier doen, want ik ben overgrootoma, dus dat is toch weer anders.